welkom op de reeks van de mindset vlogs die we gemaakt hebben in het kader van de mindset flow van het Talentenlab. Oké, we zijn ondertussen al aan nummertje 7 gekomen. We zijn bijna rond, want we hebben 8 filmpjes voorzien rond de mindset flow en hoe je fixed growth mindset tegenover een aantal zaken kan staan. Even tussendoor, er komt een 9e filmpje. En waarom komt er een 9e filmpje? Ja, omdat we ook leren en groeien, zou ik zeggen. Maar vooral omdat, zoals ik het natuurlijk vol enthousiasme elk deel opnieuw zeg, hè, uitdagingen aangaan, doorzetten, inzet, kritiek kunnen aanvaarden. En zoals we vandaag gaan zien, fouten kunnen maken. Het is natuurlijk allemaal gemakkelijk uitgelegd van, ja, dat kan je doen, dat zijn de stapjes. Wat zien we in praktijk, is dat bij hoogbehaafden er nogal eens naar een fixed mindset positie, dat ze nogal eens in een fixed mindset positie komen, en dat ze daar niet zelfstandig alleen weer gaan uitgeraken direct. Eén, deels omdat ze in het begin ook niet weten dat ze vanuit een fixed mindset perspectief vast aan het rijden zijn, meestal op school. Maar twee, omdat ze eigenlijk ook niet weten hoe dat ze daar dan uit kunnen gaan, want dat is ook deel van een leerproces. We gaan in dit filmpje niet uitleggen hoe het komt dat hoogbehaafden meer in een fixed mindset kunnen terechtkomen dan normaal begaafden. Maar er is nog een 9e filmpje waar dat ik het woord ga geven aan Marleen, want zij coacht kinderen en tieners samen met Marleen, die dit ook doen. En waarin dat zij kort gaat uitleggen wat zit er eigenlijk in zo'n coaching traject en waarom hebben sommige hoogbehaafde kinderen nood om door dit coaching traject te gaan. Zeker ook bij kinderen die in het middelbaar zitten. Stellen we vast, hè, dan, hè, in het lager gaat alles goed, in het middelbaar zakken die punten. Er zijn verschillende blogs op Chromicoach te vinden rond dat onderwerp. En dan worden ze naar bijscholing gestuurd en leren ze technieken om te leren en om synthese te maken. Maar eigenlijk start alles bij die mindset en moeten we eerst die mindset geschakeld krijgen voordat die tiener gelijk wat gaat opnemen van tools om dan te leren leren. Dus in die zin, 9e filmpje waar we daarop gaan inzoomen. Voor vandaag vol enthousiasme en we zijn aan 7, de eerste 6. Ik zou vooral nog een keer terug willen flitsen naar de vorige. Heb je iemand gevonden? 1. Heb je een doel kunnen kiezen waar je iemand kent die daar heel succesvol in was? En heb je daar stappen kunnen vinden van hoe dat hij dat gedaan heeft? En merkte je dat je daar toch meer snelheid kon pakken? Super, in dat geval. In het andere geval, perfect, want we zitten nu aan 7 fouten. En dat is eigenlijk een belangrijke. We kunnen veel informatie zoeken, maar er is geen toverformule. Er is niet omdat er iemand heel succesvol is in bijvoorbeeld presentaties geven, dat door te kijken, die tips te lezen, dat jij in één keer perfect gaat zijn in presentaties geven. Nee, je kan het veel sneller leren, omdat je een aantal pitfalls, zoals ze dat dan noemen, niet gaat meemaken. Maar dat wil ook niet zeggen dat je direct gaat leren. Nu, eerst weer hè, de mindset flow, fixed mind, growth mind, de uiterste, het valiesje, de toolkit. Iemand die fixed mind is en die maakt een fout, die komt eigenlijk tot de ontdekking dat er in zijn valiesje iets ontbreekt. En die gaat dat dus als heel bedreigend ervaren, een fout. Dus zoals het staat in de tekening, ik kies voor wat ik al kan, zodat ik geen fouten maak. Dus die spelen op veilig. Dat zijn de kinderen die naar de puzzel gaan die ze eigenlijk al 10 keer gelegd hebben. En vermijden van de puzzel te pakken van 100 stukken waar dat ze nog niet weten hoe dat ze kunnen aan beginnen. Andere uiterste, iemand die volledig in de growth mindset zit, kind of volwassenen. Die gaat dus, ik zet mijn fout actief in om mezelf te verbeteren. Dus die gaat doelbewust die moeilijkere puzzel pakken. Omdat die weet dat dat niet direct gaat lukken. Omdat die weet door die fouten te maken, gaat ik geleidelijk aan nieuwe strategieën gaan ontdekken en zo kan ik sneller leren en dan kan ik leukere puzzels maken. En dus je gaat door fouten te maken nieuwe strategieën moeten ontdekken en bijleren. En dat zijn de twee uiterste. En het is dus heel belangrijk van niet bang te zijn van fouten te maken. Dus we zien in het onderwijs de kentering, we zien ook in de HR-wereld de kentering meer en meer.
Google bijvoorbeeld, ja, die heeft niet liever dan dat het personeel fouten maakt en daar vooral ook uit leert. Dus natuurlijk, als je altijd dezelfde fout opnieuw maakt, dat is misschien niet de goede strategie. Maar het is heel belangrijk u te focussen op het proces en een fout te zien als een leermoment, als iets waaruit dat je iets kunt bijleren, een conclusie trekken en een nieuwe poging maken, die misschien weer fout loopt, maar dan om iets anders. Of omwille van hetzelfde, maar dat je het door die analyse niet juist ingeschat had wat de oorzaak was van de fout. Dus fixed mind, growth mind. Het fouten maken is een heel belangrijk die onder hoogbegaafden zorgt voor de blokkage naar fixed mind. Is omdat ze te lang geen grote problemen krijgen. Dus in het lager gaat alles goed. Ze hebben geen problemen. Ze maken dus geen fouten. Leren ze dus ook niet wat het is om fouten te maken. En leren ze dus ook niet om daar dan een strategie aan te gaan koppelen. Dus fouten maken is een heel belangrijk in fixed mind, growth mindset. Het is daarom dat het heel belangrijk is en dat is denk ik in de coronatijd zeker relevant. Het is een continue evaluatie van de leerlingen. Iedereen heeft zijn eigen tempo. En wat vooral heel belangrijk is, is dat elk kind genoeg uitgedaagd wordt. Eigenlijk moeten er fouten gemaakt worden. Als er geen fouten gemaakt worden, dan is het te gemakkelijk wat het kind krijgt. En dan moet hij iets moeilijker hebben, zodat dat hij fouten kan maken. En zodanig dat hij daaruit kan leren. Dus voor dit deel de opdracht. Dus je hebt nu in het vorige deel iemand gekozen die wel succesvol was. Je hebt dat misschien al geprobeerd. Dat is dan niet gelukt zoals je dat gelezen had of gezien had op dat YouTube-filmpje. Ik zou zeggen, bestudeer nu uw fouten die je daar mogelijk gemaakt hebt. Of pak gewoon een andere situatie waar het die niet gelukt was. En probeer uit die fouten te leren en begin echt. Zeg het eigenlijk hardop, die fout is super, ik kan daar iets uit leren en ik ga dat opnieuw proberen. Dus pak die fout vast en probeer daaruit te leren, zodanig dat je de volgende keer een licht andere variatie van fout kan maken. Dus eigenlijk zou het zelf leuk zijn moest je een paar keer fouten maken voordat je je doel kan bereiken. Maar liefst niet altijd dezelfde fout. Oké, veel succes. Volgende keer is het laatste deel. Met dan het extra deeltje die Marjolein zou doen rond de hoogbegaafde kinderen en coachingtrajecten. Zodanig dat je weet hoe mindset en coaching met elkaar zich verzoent. In ieder geval weer veel succes. En tot de volgende. Hè. En ik wens ik u veel fouten toe van deze keer. Bedankt om dit deeltje te volgen tot het einde. Misschien nog een keer kort om af te sluiten. En vooral om de eer te geven aan wie de eer toekomt. Het Talentenlab, ga je rechtsboven zie je webshop staan. Daar kan je dus de Mindset Flow downloaden, volledig gratis. Er zijn ook enorm veel cursussen daar beschikbaar. Deel van die cursussen zijn ook cursussen die wij geven in het coachingtraject, die in een apart filmpje door Marjolein gaat toegelicht worden. Dit volledige verhaal, Fixed Mindset, Growth Mindset, is gebaseerd op het boek van Carol Dweck, Mindset. We zullen onderaan ook nog de link delen als je geïnteresseerd bent om dat boek aan te schaffen. Ook via de bibliotheek van Gromicoach kan je een link vinden voor dat boek. Dan misschien ook nog voor helemaal af te sluiten. Wie zijn wij? Heel eenvoudig: www.growth-mindset.be of www.gromicoach.be kom je er ook terecht. Kan je in de wie is wie vinden wie wij zijn. Ondertussen is Gromicoach een team van. Ja, ik ging zeggen vier man, maar het is één man en drie vrouwen. En eigenlijk is alles gebaseerd op het growth mindset principe. En gaat eigenlijk vanaf kleuters tot bijna bejaarden. Dus we geven individuele coaching en groepscoaching voor kinderen. We begeleiden ouders, intakegesprekken en gesprekken op school. We hebben plusgroepen, zodat hoogbegaafde kinderen leren samenwerken. We doen dat ook voor tieners, geen plusgroepen, maar individuele coaching. En dan hebben we Inge, dus het eerste stuk is vooral Marjolein en Marleen die daar actief in bezig zijn, dus kinderen en tieners. Als we gaan naar studenten en volwassenen, dan bieden we gewone coaching aan en bieden we loopbaancoaching aan. Daar neemt Inge vooral de lead in. Doen we ondertussen zowel binnen als buiten, gezien de coronatoestand is, kunnen coachingen natuurlijk ook best interessant. Dat doen we allemaal op maat van de hoogbehaafden, rekening houden met de mindset, denkend aan COVID en vooral ook denkend aan alle kenmerken die de hoogbehaafden hebben, die toch heel specifiek zijn en maken dat zo'n standaard coaching niet werkt op hoogbehaafden.
En dat ze dus een andere stijl, andere aanpak van coaching zoeken. Dus het is een heel uitgebreid traject. Surf zeker naar de site voor meer informatie. Ik zal de link ook hieronder nog een keer steken. In het najaar geven we ook themaavonden rond het onderwerp. Daar zien we echt al naar uit, want die van het voorjaar zijn geannuleerd. En daar vertalen we nog meer in de diepte alle aspecten rond hoogbehaafdheid, rond growth mindset, positive discipline, dus kinderen opvoeden zonder straffen en belonen. De zaken rond de school, en zodanig dat die uitdagingen zijn, dat ze kunnen fouten maken, alles daar rond. En dan in het laatste deel ook voor de ouders, voor zichzelf, wat hoogbehaafdheid voor volwassenen wil zeggen. Dus, surf naar onze site, like ons op Facebook, zodanig dat je ook daar de berichten kan volgen. Er ligt veel op de plank. De plank is eventjes gesloten geweest door corona, maar ik zie voluit om in het najaar met GrowMeCoach de lat weer net iets hoger te leggen. We hebben veel geleerd uit de afgelopen maanden en we willen in het najaar weer met een aantal unieke initiatieven naar jullie toe komen, zodanig dat we iedereen maximaal kunnen helpen. We zullen ook in intakegesprekken, als we zien dat er een collega is die meer op maat van jouw service kan bieden, zullen wij ook doorverwijzen. Growth mindset, vanuit het perspectief van overvloed, willen we altijd dat je bij de beste coach kan terechtkomen. Want wat voor de ene werkt, werkt voor de andere niet. Dus in ieder geval, surf nog naar de site. We zien elkaar in het vervolg van de reeks. En dan hebben we ook nog het ene deeltje met Marjolein, die ook nog moet komen. Succes! En bedankt voor het kijken tot het einde.